Goedemorgen allemaal! Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Angelique, jullie onafhankelijke Sensi-consulente. En ja, dit is weer zo'n moment. De bezorging is net weer geweest. Dus het is nogal een flink pakket. Zo. Dus ik ga dat samen met jullie uitpakken. Het leuke vind ik wel is dat er... Ik had de leentas uitgeleend en de leenwarmer, ja, die had het zo naar zijn zin. Dus die is blijven staan daar waar die uitgeleend stond. Dus ik had een nieuwe leenwarmer nodig. En wat ik ook heel erg leuk vind als het goed is, zit er ook een andere warme in. Dus die laat ik allebei aan jullie zien. En ik hoop zo mijn nieuwe verrassingsbox. Dus laat ik zo zeggen... Laten we gewoon gaan kijken. Nou, het is gebruikelijk. Het is weer een flink pakket. En gebruikelijk hoeveelheid papier erin. Zo, ik gooi het er heel even naast. Ruim ik strakjes netjes op. En even kijken wat er allemaal in zit. Elk pakket komt natuurlijk met de gebruikelijke pakketbon. En ik spiek heel even of er wat in backorder zit. En volgens mij is dit keer alles mee bezorgd. Zo. Ja, het is momenteel af en toe, ook als je gaat kijken op de site, bij Sensi echt een gekkenhuis. Producten zijn out of stock. Er is zoveel vraag naar verschillende producten van Sensi. Dus of het nou een warmer is... De mini warmer, verschillende geuren, die zijn helaas niet op voorraad. Gewoon omdat er puur zoveel vraag momenteel naar is. Van de week hadden we natuurlijk ook het Pixar moment dat Mike en Sully online kwamen. Ik bouw gewoon, want Sensi werkt dan met dat soort momenten met een wachtrijsysteem. En ik werd er continu uitgegooid. Ik wilde wat plat Rotterdam zeggen, maar ik gedraag me maar netjes. Want ik baalde zo onwijs. Maar ik werd iedere keer uitgegooid met als gevolg dus dat ik dus naast de wak greep. Mike en Sully kan je trouwens, mocht je die nog heel erg graag willen. Die kan je dus alsnog een soortement van via een reservatiesysteem doen. En dan krijg je hem met een kleine aanbetaling volgend jaar alsnog geleverd. Gewoon puur omdat de vraag naar die buddies zo groot is. Het is gewoon, het is niet te begrijpen. Dus mocht je nog graag een Mike en Sully willen, of wil je daar meer informatie over... vraag je consulenten of stuur een berichtje naar mij en dan kan ik je daarbij helpen. Voor nu heb ik in ieder geval lekker een aantal verschillende producten. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Ook heel nieuwsgierig naar de nieuwe warmer. Want soms zie je wel een plaatje, maar dan ben je toch wel benieuwd hoe die zal zijn als die aangaat en brandt. Maar laten we maar gewoon eens gaan uitpakken. Vinden jullie niet? Ik heb er helemaal zin in. Nou, zie ik hier wat bovenop liggen. En nu had ik... Dat zijn verschillende sandpacks. Ik ben verzot op het geurtje Yummy Time. En zoals jullie ook weten is Cozy Gardigan een van mijn favoriete geurtjes. En daar deze bonenstand eigenlijk de eenhoorndeken af heeft voor de aapkoppie. Maar gezien corona, ik niet zo 1, 2, 3, omdat hier best wel heel heftig is in regio Rotterdam. Niet 1, 2, 3 in de auto stapt richting Noord-Brabant te rijden. Ja, moet ze nog heel even wachten op haar deken. Maar ja, die ga ik natuurlijk heel mooi inpakken. En wat ik er dan wel bij doe. Want ik weet natuurlijk ook niet hoe lang
Dit nog gaat duren, dat weet niemand trouwens. Niemand heeft ook een glazen bol. Was ik van plan om er een sandpack bij te doen. Zodat hij in ieder geval lekker fris blijft ruiken. Een sandpack, daar kan je in 2-3 maanden mee doen. Dus ik hoop in ieder geval tegen die tijd dat ik hem haar kan geven. En in de tussentijd ben ik nog bezig met een Star Wars deken voor de andere apenkop. En de kleine meid die krijgt er ook nog één. Dus daar wordt druk voor gehaakt. En zodra die af zijn, ja, dan doe ik hem ook heel mooi inpakken. En gaat er in ieder geval een sandbag bij. Ja, en voor mezelf tussen mijn linnengoed Cozy Cardigan besteld. Dat zijn de sandpacks. Sandpacks zijn ook degene die in een Scentsy Buddy gaan. Dus bijvoorbeeld als je achter me ziet de Goofy of de Pluto. Een andere Scentsy Buddy. Op de rug zit een rits. En daar kan je ook zo'n geurzakje in doen. Dus bij deze. Dat zijn de sandpacks. Dan had ik ook nog wat wax. Ik ga eens heel even kijken wat er nog allemaal meer in zit. Wat ik ook had besteld en die is echt heel lekker om te gebruiken. Is de handzeep. En ik ben, dus zoals jullie weten, ook verzot op de geur Pink Promenade. En helaas is die niet in waxgeur of te verkrijgen, maar nog wel... In de bodyline heb ik hem weer als handzeep. Inmiddels is de vorige handzeep al in gebruik. Het pompje doseert heel fijn. Niet te veel zeep. Net voldoende. En het is een heerlijke handzeep om te gebruiken. Echter, als je heel erg veel je handen of heb je een gezin... zet deze dan gewoon in de badkamer. Dat is gewoon een wat luxere handzeep. En dat maakt niet uit of je dan in de keuken een ander soort hebt staan. Het gaat erom dat je in ieder geval je handen kan wassen. En dat je hygiënisch je voedsel kan bereiden. Of ze even schoon wast. Dat maakt niet uit. Maar dit is in ieder geval een heerlijke luxere handzeep voor sowieso in de badkamer. En ik ben helemaal verzot op deze geur. Het is echt een heerlijke frambozengeur. Met wat, ze zeggen dan wat prosecco wat erin zit. Even spiekhoor. En wat roze granaatappel. En ik vind hem heerlijk. Of het een handzeep is, de body wash. Of de handzeep. Of in ieder geval de handcreme bedoel ik. Ja, verzot op de Pink Promenade lijn. Om een keertje een uitstapje te maken, dacht ik, laat ik ook eens Go Go Mango doen. En ik hoor gemengde verhalen over Go Go Mango. Ik heb hem ook als wax. Dan is het een hele lichte perfume, een hele lichte geur. Als geurcirkel vind ik hem ook heel erg licht. Maar hij schijnt als bodyline een onwijs sterke performer te moeten zijn. Dus ik ga dat uitproberen. En dan kom ik er nog een keertje later op terug. Go Go Mango is een geur wat heel erg ruikt naar mango. Er zit ook een vleugje meloen in, wat hibiscus in en wat bananenbloem. Dus ik ga de bodyline uitproberen. Daarnaast voor mijn diffuser in de slaapkamer... had ik nog een flesje olie besteld. En dit is rustgevende olie, rooswater en lavendel. Even onder jullie goed kunnen zien. En rooswater en lavendel is, zoals ik zeg, rozenwater, rustgevende lavendel. En er moet een vleugje vanille doorheen zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Als je ruikt aan een flesje olie, is dat altijd heel sterk. Dan ga ik er toch even mijn snuffert boven hangen. Oh, die is wel heel erg lekker. Lekker fris. De lavendel maakt hem heel erg fris.
En rozenwater vind ik op dit moment heel even niet overheersen. Maar ik ben benieuwd hoe die uitpakt in de diffuser. Ja, dit is een geur wat valt onder de rustgevende geuren. Dus ga ik zeker uitproberen. Daarnaast had ik ook wat geurbloemen besteld. En ik denk, die kan ik ook aan jullie laten zien. Een geurbloem wordt altijd heel mooi verpakt in een doosje. En waar kan ik de geur zien? Ah, hier. Ik heb er dus twee in Cozy Gardigan. En ik heb er één in de Blue Grotto, omdat in mijn badkamer heb ik geen stopcontact zitten. Maar wilde ik ja, ook gewoon een lekkere frisse geur. Dus ik denk, ik zet daar de Blue Grotto neer. De Blue Grotto is een hele. Ben niet zo van de citrus, maar dat vind ik een hele lekkere citrusgeur. Een beetje tropische tinten zitten erin. Is een beetje warm. Maar ook lekker fris en een schone lucht. Dus voor een badkamer ideaal. En ik heb dus twee met Cozy Cardigan. De ene met een Darling Dahlia bloem. Nou, ga ik alles door elkaar gooien. Ik ben nog niet helemaal wakker. En dat wordt altijd als je het doosje opent zo geleverd. Dus er zit een zilveren dopje bij. Die schroef je dus op het flesje. Dus je haalt de zwarte dop er vanaf. En dan schroef je de zilveren dop er netjes op. Zo. En ik denk, ik laat eens die aan jullie zien. Want je hebt dus, Sensi heeft dus twee verschillende soorten bloemen. De Darling Dahlia en de Buttercup Belle. En dit is dus de Darling Dahlia. Een hele mooie bloem is. En de geurbloemen kan je eigenlijk vergelijken met de geurstokjes van een ander bekend merk. Dus de verkeerde. Even terug. Wat dat betreft zien de doosjes wel allemaal hetzelfde eruit. Zo, dit is nu wel de goeie. En laat ik ook aan jullie de Buttercup Belle zien. Ja, daar gaat hij. Die is ook wel heel mooi. En dit is de Buttercup Belle. Dus zoals jullie kunnen zien, het zijn allebei twee verschillende soorten bloemen. Dus voor elke smaak. Kan je kiezen of de Buttercup Belle of de Darling Dahlia. Het fijne van dit systeem is dat het echt wel een poosje mee moet gaan. Zeker een maand of twee. De meeste geurstokjes van een ander merk redden dat niet zo heel erg lang. Deze door de oliën moet dat wel doen. Ik heb dat nog niet uitgeprobeerd. Dus ik had zoiets van, ik zet de Blue Grotto in mijn badkamer neer. En dan kan ik dat eens een keertje gaan regelen. Zo. Het schijnt ook zo te kunnen zijn. Er zijn ook mensen, wat ik op het net zie, die heel creatief zijn. En als je met een bepaalde viltstift of marker een randje zet rondom het bloemblaadje. Dan door het gebruik van de olie, dan spreidt dat zich uit. En dan moeten de bloemblaadjes heel mooi gaan kleuren. Het is dan wel zo dat de garantie van het product, dat dan wel komt te vervallen. Want Sensi kan er niet, als er dan wat mee is. En je hebt de blaadjes gekleurd. Ja, er kan, en er is wat mee. Ja, de garantie vervalt dan van het product. Want ja, dus daar heeft Sensi eigenlijk de bloem niet voor ontwikkeld. Dan gaat hij niet dicht. Oh, blaadjes zitten tegen. Hoppa. Dus dat zijn de geurbloemen. Even. Ik begin mijn ruimte tekort te krijgen, mensen. Kijken wat hierin zit. Even kijken. Ja.
Ik had ook nog een velletje geurstickers besteld. Want zoals sommigen van mij hebben gekregen, de najaarscatalogus. Ja, die leuk ik helemaal op met geurveeltjes, geurstickers. Zodat je in ieder geval bepaalde geurtjes een idee kan krijgen. Dus ik heb hier een aantal velletjes binnen. En ik heb in ieder geval een aantal geurcirkels besteld. Omdat ik echte geurcirkels aan het uitproberen ben. Ik heb de Vanilla Bino uitgeprobeerd. Laatst de Go-Go Mango. Dat is wel een heerlijke geur. Maar voor op het toilet net geen goede performer. Misschien wel in een meterkast. Voor in je auto. Dat dit dan wel perfect werkt. Of hou je in ieder geval sowieso van een heerlijke zoete citrusgeur. Dan is Go-Go Mango helemaal super. Om uit te proberen, want die had ik dan nog niet geprobeerd. Is de Sweet Pea en Vanilla. Daar vlieg ik heel even doorheen. De Windowsill Breeze. De Luna. Dat is trouwens, die heb ik wel uitgeprobeerd. Trouwens wel een hele sterke performer voor op het toilet. Wat ik op het toilet had gehangen. De Clothesline. En dat is ook een hele sterke performer. Die het ook heel lang, wat ik begreep, bleef doen. Fresh Cut Daisies. En ik had de Lemon Sorbet. Dus ja, die ga ik dan gewoon op mijn gemak uitproberen. Want in principe hoort een geurcirkel 3 tot 4 weken te doen. Als je die ophangt. Nou, daarnaast. Even kijken. Er zitten nog 2 doosjes in. Met de warmers. Dat is de Marrakesh Warmer. En de Alabaster. En daar gaat de grote doos. En. Oh, en daar ben ik zo super blij mee. Oeh, hij is. Oh jezus, hij is zwaar. De nieuwe Wiffbox. Die doe ik met jullie openen in een andere vlog. Hij is echt zwaar, de Wiffbox. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb wel geprobeerd de spoilers te vermijden. Dat is af en toe niet helemaal gelukt. Dus ondanks dat ben ik wel heel benieuwd wat er in de mijne zit. Wat ik nog even aan jullie wil laten zien, voordat ik zo de warmers aan jullie laat zien. Dat is nog even de waxparen. Dit is de Silver Cedar. En de Silver Cedar is een geur wat zou moeten zijn volgens Sensi. Verse citroen, waterlotus en cottonwood met wat cedar. En dit is een hele frisse, maar toch ook warme geur. En een lekkere schone lucht. Dus je ruikt echt heel duidelijk de citroen met de lotus. En ik denk dat het, door het katoen en de cedar, dat die daardoor wat warmer binnenkomt. Daarnaast had ik ook de aloe water en komkommer, want daar ging ik ineens heel erg hard doorheen. Daar ik die op voorraad had. En een aantal klanten die zweren hierbij. Kan ze geen ongelijk geven. Dit is echt een sterke performer. Normaal doet 1 blokje wax 20 uur. Deze, als ik die in mijn brander doe en ik heb hem van 's ochtends tot 's avonds van 8 tot 8 aanstaan. Ja, dat doe ik zeker 2-3 dagen met 1 blokje genieten. Dus dit is echt zo'n krachtgeur. Heerlijk fris door de komkommer die je ruikt. De aloe water. En er zit wat palmwarenblad. En door de ananas maakt hij lekker fris. Maar dit is een heerlijke krachtgeur. Voor in mijn brander vind ik hem iets te sterk. Maar ik ben helemaal verzot op de aanrichtbladreiniger. En in verschillende producten is dus deze geur te verkrijgen. Dus niet alleen in aanrichtbladreiniger, maar ook in de bodyline producten, in de wax. Nou weet ik niet zeker of ze ook in pots verkrijgbaar zijn, maar dit is echt een krachtgeur. Heerlijk. Daarnaast
heb ik om uit te proberen de Autumn Road Trip. En de Autumn Road Trip, zegt Sensi, dat is dat je alsof je door het bos een wandeling maakt. En je dus vers geoogste appels ruikt, wat peren ruikt en een bosgeur. En je ruikt duidelijk het appeltje. En de frisse peer. En het is een beetje een... Er zit een beetje aardse lucht ook in. Hij is wel heel erg lekker. En als je van een appellucht houdt... Want Sensi heeft aardig wat appelgeurtjes. Bijvoorbeeld ook de Apple Ever After die nog verkrijgbaar is op de site. Maar waar wel vaak een vleugje kaneel doorheen zit. En je houdt wel van appel, maar niet van een kaneel. Dan zou ik zeggen... Autumn Road Trip. Dan was ik ook benieuwd naar de Iced Citrus. Als geursticker die ik in mijn gids plakt, is dat ook een hele lekkere geur. Met citroen, ananas. En er moet wat mint is het. Nou, het is echt lekker. Dat had ik niet gedacht. Want als test, ik heb een aantal testers gekregen. En dan merk ik dat ik echt niet van de citrusgeurtjes ben op de Blue Gotona. Maar dan weet ik ook niet hoe die zal zijn in de warme. Maar hij komt heel zoet binnen. En je ruikt inderdaad het frisse van de citroen. Maar je ruikt ook duidelijk de ananas. En wat minder de mint, maar wel duidelijk de ananas. Hij is lekker. En dat is verrassend. Dat had ik niet gedacht. De Iced Citrus. Ook om uit te proberen had ik Tangerine Fizzy. En dat moet een mandarijngeur zijn. En althans een beetje naar mandarijn bruisende limonade volgens de Sensi gids. En het is echt duidelijk mandarijn wat je ruikt. Heel zoet. Hij komt heel zoet binnen. Dus als je van mandarijn houdt, Tangerine Fizzy. En ik had als wax besteld de Slay All Day. En Slay All Day wil zeggen volgens de Sensi, besneeuwde mint met jeneverbes blijven koel wanneer ze door frisse berglucht zoeven. Dan weet ik niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Maar ik denk dat dit ook wel een hele schone, frisse lucht zal zijn. En het is heel erg mintachtig. Hier moet je van houden. Hou je niet van pepermunt of sowieso van een muntgeur. Dan zal dit denk ik niet zo snel je geur zijn. Hou je wel van pepermunt. En het is echt een, als ik zo ruik, een hele frisse, schone geur. Ja, dan is Slay All Day degene die... in je warmer moet stoppen. Slay All Day. Even kijken. Ik ga even een beetje ruimte maken. Daar ik ook niet meer weet anders waar de spullen te laten. Zodat ik ook bij mijn stekkers kan. En ik laat jullie heel even weer de alabaster zien. Die heb ik wel eens, denk ik, ook al eerder aan jullie laten zien. De alabaster. En... Ja, Sensi pakt ze ook altijd heel mooi in. Met de gebruikelijke quotes op de flappen van de doos. En er zit altijd een soort van instructies bij. Hij wordt zo geleverd. Als ik hem vaak uitleen, dan... zijn mensen heel erg geneigd, want dit is natuurlijk de zo hoort hij te zitten. Maar mensen zijn geneigd om hem dan zo terug te stoppen. Het schaaltje. En op de onderkant van het schaaltje zie je altijd hoeveel blokjes wax erin moeten. En dat zie je dus ook bij deze. Niet meer. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar niet meer dan 4 blokjes. Want zou je er meer in doen, dan krijg je een waxongeval. Moet ik zelf zeggen dat ik nooit meer dan 4 blokjes heb gebruikt.
Het meeste blokjes wat ik heb gebruikt in één keer, dat zijn eigenlijk twee. En zeker als ik probeer een geur te mixen, dan ben ik nog niet zo heel erg thuis in het mixen. Maar ik had vorige maand de hak in een mak met de amandelcreme uitgeprobeerd. En dat zijn, ja, dat is niet meer als twee blokjes. En dat is, ja, ruim voldoende. Echt ruim voldoende. En meer heb je eigenlijk ook niet nodig. Dan haal ik hier de warmer uit de doos. Er zit altijd meestal in de warmer gestopt de lamp. En dus even voorzichtig uithalen. Het fijne vind ik en het mooie vind ik van de alabaster. En toen ik hem kreeg, toen dacht ik in eerste instantie: oké, heel simpel. Hij ziet er ook heel simpel uit. Het is een keramieke warmer. Op de achterkant een aan- en uitknop. Dus hè, als je de stekker gebruikt, kan je die gewoon in het stopcontact laten zitten. Dus dat is wel heel fijn. Ik zal hem heel even instoppen. Maar het mooie eigenlijk, doordat die eigenlijk zo simpel is. En zeker nu de dagen wat korter zijn en de avonden wat langer en hij brandt, is die best wel heel erg mooi. En dat verwacht je eigenlijk niet van deze. Als het goed is, gaat hier een. Even kijken hoor. Hier gaat volgens mij een. Ik zie het niet zo heel erg goed, maar ik volgens mij een 25 watt lampje in. En die draai je er dan heel voorzichtig in. En het schaaltje, waar had ik het schaaltje gelaten? Dat zet je er dan bovenop. Dus hier zie je dus de lamp erin zitten. Het schaaltje er bovenop. En dan moet ik wel de stekkerdoos aanzetten. En zo is die als die aan is. En juist dan. Naast dat hij heel mooi warm licht afgeeft, is hij ook gewoon heel mooi door zijn vormgeving. Heel eenvoudig, maar zo verschrikkelijk mooi. Ja. Dus als je een beetje hè, een landelijke kamer hebt, of ja, ook, kan ook bij als hij wat strakker gericht is, ook door de geometrische vormen. Ja, is gewoon heel, heel mooi. Door zijn eenvoud. Dat is dus de alabaster. Dus stel je zou weer graag de leenwarmer willen uitproberen. Ja, dan kan je mij benaderen. En even, die laat ik wel heel eventjes afkoelen. Dus dan heb ik hem, de alabaster weer ja, beschikbaar. Om als leenwarmer uit te kunnen lenen. En daarnaast heb ik ook de Marrakesh warmer die ik aan jullie wil laten zien. Die zit natuurlijk ook in zo'n mooie doos. Wederom met de quotes op de flappen ervan. En ook deze doos komt met een waarschuwingsbriefje. En dit geeft aan, er zit ook een ander briefje bij, dat je op moet passen, want kunnen er scherpe randjes aan zitten. Bovenin de doos vind je een klein doosje. En hier zit dan denk ik het schaaltje in. Dat klopt ook. En het is een glazen schaaltje. En ook op dit schaaltje geeft hij aan, ik weet niet of jullie het kunnen zien, niet meer dan 4 waxblokjes. En dit schaaltje is niet voor bedoeld voor etenswaren. Dit is echt bedoeld om wax in te stoppen. Even zo. Dan haal ik het piepschuim eruit. Dan haal ik de warmer eruit. Zet ik heel even het doosje opzij. Dat gaat goed. Ook in deze warme zit een lampje. En even spieken op dit lampje. Dit is ook een 25 watt
lampje wat in deze warmer gaat. En die zal ik ook heel even indraaien. Dat doekje is. Ik denk altijd, dat doe ik wel heel even. En dan gaat dat lampje altijd scheef. In plaats dat ik gewoon rustig ben. Maar dan ben ik zo enthousiast dat ik dit met jullie wil laten zien. En wil laten delen. Ja, dat gaat weer eens niet. Hoi. Maar goed. Wat dat betreft ben ik ook af en toe zo'n handig Harriet. Zoals jullie kunnen zien, dit is de Marrakesh Warmer. En hij is wat dat betreft wel heel mooi gekleurd. Het is glas. En naast dat het glas zit, zitten er ook wat bubbeltjes in. Met wat cement. En vandaar ook de beschrijving dat hij scherpe randjes kan hebben. Dus wees gewoon heel voorzichtig. Als je deze uit de doos haalt. Ook deze heeft aan de achterkant een aan- en uitknop. Dus dat is ook heel erg fijn. Met als gevolg dat je deze ook in het stopcontact kan laten zitten. Ook die stoppen we er even in. En het schaaltje. Zo. Oh, het schaaltje gaat dan bovenop. En dan zal ik hem aandoen en dan krijg je dit licht schouwspel. Ik zal eens kijken of ik hem wat dichterbij kan houden. En het is net of je glas en lood hebt. Dat effect geeft hij en hij is heel erg bling. Hij is wel heel mooi. Geeft ook heel mooi warm licht. En je kan het niet zien, maar bij mij op de muur zit er een lichtweerschijn. En ik denk als je hem inderdaad een beetje bij een muur houdt, dat dat ook wel heel mooi schouwspel zal geven op de muur. Hij is wel heel mooi. Hij is echt heel, heel mooi. Dus mensen, dit is dus de Marrakesh Warmer. Voor nu wil ik heel even de vlog zo laten. Ik ga zo meteen even alles op mijn gemakje weer opruimen, inpakken, de mooie bloem in mijn badkamer zetten. En strakjes met jullie de Wifboxen unboxen. Ook daar ben ik heel, heel, heel benieuwd naar wat daarin zit, want daar is echt behoorlijk zwaar. Dat had ik niet verwacht. Ondanks dat ik echt wel de spoilers heb proberen te vermijden. En ik wel af en toe wat voorbij zag flitsen. Maar ja, dan is het toch altijd wel weer afwachten van hoe, wat, waar. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil trouwens nog wel even doorgeven. Ik kreeg van de week een vraag omtrent de Home for the Holiday wax collectie. Inmiddels heb ik de Marshmallow Cacao Mint uitgeprobeerd. Nou, die heb ik direct in mijn club gegooid. En die is ook echt voor mij clubwaardig. Maar ik kreeg ook de vraag van, omdat ik aangaf dat met koud ruiken, de Salted Caramel, dat die wel heel zoet bij me binnenkwam. Maar toen ik dus in mijn warmer deed, en die vraag die kreeg ik ook van, is het ook echt een zoete geur? Koud, als je hem ruikt, is die heel zoet. Zodra je hem in je warmer stopt, valt dat zoete best wel heel erg mee. En is het echt een heerlijke karamelgeur. Dus hou je daarvan. Hij is helaas niet meer via de site beschikbaar. Maar als je een clubabonnement aanmaakt, kan je hem middels je clubabonnement alsnog die geuren krijgen. Ook de Salted Caramel is wel heel erg lekker. En ik denk als je zou mixen met vanilla bean en buttercream, ja, dat durf ik niet. Maar dan zou die denk ik nog verrukkelijker zijn. Ik hoop hiermee de vraag wel beantwoord te hebben. Maar zoals gezegd, ik ga opruimen. Ik ga het nu heel even zo laten. Ik kom later terug met het filmpje voor de Wifbox.
En voor nu wens ik jullie een hele fijne middag toe. Het is geloof ik wel heel fris, maar wel heel erg lekker. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier. Lekker je ding doen. En ik zie jullie later terug met de Wifbox. Hey, groetjes allemaal. Tot de volgende keer.